En dan heet ik u van harte welkom bij dit webinar van de KNAW. Mijn naam is Janke Gerards en ik ben als hoogleraar fundamentele rechten verbonden aan de Universiteit Utrecht. En voor vanavond ben ik uw moderator. En daar ben ik blij om, want we gaan het vanavond hebben over een onderwerp dat mij na aan het hart ligt en waarover de laatste tijd ook heel veel is gezegd en geschreven. Centraal staat namelijk deze vraag. Hoe verhouden de coronamaatregelen zich tot onze grondrechten? Natuurlijk zijn we inmiddels wel zo'n beetje uit de intelligente lockdown gekomen. De meest restrictieve maatregelen zijn in ieder geval per 1 juli wel opgeheven. Maar er zijn nog steeds allerlei maatregelen en beperkingen die onze vrijheid raken. We mogen bijvoorbeeld wel weer op een terras zitten of zelfs in een restaurant, maar we moeten wel 1,5 meter afstand houden voor elkaar. En we mogen dan misschien wel weer naar een sportwedstrijd of naar een theatervoorstelling, maar meezingen of schreeuwen, dat mag dan weer niet. En we mogen weer naar het buitenland reizen. Maar een heel aantal landen is nog steeds niet goed toegankelijk. En ook mogen we inmiddels weer onze oude of zieke familieleden weer opzoeken. Maar ook dat gaat nog steeds gepaard met allerlei beperkingen. Dus ook al zijn we dan uit de lockdown, strenge maatregelen, die zijn er nog steeds. En de vraag is hoe al die coronamaatregelen zich verhouden tot onze grondrechten. En precies dat is de vraag die vanavond centraal staat. Wat we willen doen is dat we u in 4 presentaties inzicht geven in wat het nu eigenlijk betekent om te zeggen dat onze grondrechten onder druk staan door dit soort coronamaatregelen. Want dat is een van de uitspraken die de laatste tijd zo vaak hoort. En wat we daarbij ook willen laten zien is dat het nodig is om daar genuanceerd over na te denken en over te praten. Want het gaat hier om knap ingewikkelde discussies, waarbij de werkelijkheid zelden zwart-wit is. Ik laat u even zien hoe we dit webinar gaan inrichten. En daarbij stel ik ook meteen graag onze sprekers aan u voor. Als eerste zal ik zelf ingaan op een paar meer algemene vraagstukken die samenhangen met grondrechten. Wat zijn dat eigenlijk voor rechten? Hoe werken ze? En welke eisen stellen ze aan de besluitvorming en aan de maatregelen die we treffen? Als tweede zal Antoine Buys aan het woord komen. Hij is hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief bij de Universiteit Utrecht. En hij zal u een nader inzicht geven in het soort maatregelen dat zowel in Nederland als ook in andere landen is getroffen om de coronacrisis te bestrijden. En hij zal een paar lijnen laten zien in de grondrechtenbeperkingen die daarvan het gevolg zijn. Op die manier krijgt u een breder beeld van het grondrechtendebat zoals dat ook in andere landen wordt gevoerd. En na die 2 meer algemene inleidingen lijkt het ons dan goed om een paar grondrechten met wat meer diepgang te bekijken. En daarbij hebben we ervoor gekozen om 1 grondrecht te belichten dat iedereen wel kent. En 1 grondrecht dat ook iedereen kent, maar waar lang niet altijd iedereen meteen aan denkt in termen van grondrechten. Het eerste grondrecht is de demonstratievrijheid en de vrijheid van vergadering. Dat onderwerp zal worden belicht door Berend Roorda, die als universitair docent burgerrechten is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij zal in het bijzonder ingaan op de complexe vragen die tijdens, maar ook na de coronacrisis opkomen rondom beperkingen van demonstraties en van samenkomsten. En het tweede grondrecht dat we wat diepgaander zullen belichten is het recht op gezondheid. Hoe de coronamaatregelen dat grondrecht beïnvloeden zal worden toegelicht door Brigitte Toebes. Zij is hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief bij de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, met deze 4 inleidingen leggen we ongetwijfeld een goede basis voor een discussie die we graag met u en misschien ook met elkaar zullen voeren in de laatste 20 minuten van deze bijeenkomst. De huisregels daarvoor die heeft Jolanda Pell net al kort uitgelegd, dus dat is handig. En natuurlijk is het heel fijn als u zich daaraan ook wilt houden. Ik wil dan graag beginnen met mijn eigen, wat meer algemene toelichting op wat grondrechten zijn en hoe ze eigenlijk werken. En ik wil dat doen door op 2 hoofdpunten in te gaan. Allereerst wil ik bespreken hoe je nu precies bepaalt wanneer iets een grondrechtenkwestie is, want dat is lang niet altijd duidelijk. En vervolgens wil ik ingaan op de vraag hoe grondrechten zich verhouden tot andere rechten en belangen. En welke ruimte er is om grondrechten te beperken.
Te beginnen dan met die vraag wat een grondrecht nu eigenlijk is. Het antwoord op die vraag dat lijkt redelijk voor de hand te liggen. Als ik u zou vragen om een paar voorbeelden te noemen, zou u zonder moeite in staat zijn om dat te doen. Waarschijnlijk schieten u dan rechten te binnen als de vrijheid van meningsuiting, de demonstratievrijheid, privacy, godsdienstvrijheid. En zeker na alle protesten van de laatste weken denkt u ongetwijfeld ook aan het verbod van discriminatie. Maar daarbij blijft het niet. Het aantal grondrechten is vele malen groter dan deze rechten alleen. Ook de bewegingsvrijheid bijvoorbeeld is een grondrecht dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is erkend. Er zijn grondrechten op lichamelijke integriteit, op een eerlijk proces. Er is een grondrecht op open en vrije verkiezingen. Er is recht op onderwijs, een recht op milieubescherming enzovoort. Als je kijkt naar onze eigen grondwet en naar internationale mensenrechtenverdragen, dan zijn daarin in totaal zo'n 200 grondrechten neergelegd. En er komen ook nog steeds nieuwe rechten bij. Dat zou de vraag kunnen oproepen wanneer een recht nu eigenlijk wordt erkend als grondrecht. En zeker ook in verband met de coronamaatregelen is dat een relevante discussie. Is er bijvoorbeeld een recht om dichter bij elkaar te kunnen zijn dan op 1,5 meter afstand? Is er een recht op toegang tot een sportschool bij u in de buurt? En is er een recht om in een koor te kunnen zingen? En ook niet onbelangrijk, kun je dat soort rechten dan afdwingen? Bijvoorbeeld door naar de rechter te stappen. Dat soort vragen komt de laatste tijd bijna dagelijks op. Juristen hebben verschillende manieren om dit soort vragen te beantwoorden. Maar ik noem hier vandaag vooral het idee van de kernrechtredenering. De gedachte is dat al die grondrechten die ik net noemde, dat dat concretere uitwerkingen zijn van fundamentele, algemeen gedeelde grondwaarden. We hebben bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting en demonstratievrijheid om de democratie in onze rechtsstaat te kunnen waarborgen en om uitdrukking te kunnen geven aan onze eigen individuele autonomie. We hebben privacyrechten en integriteitsrechten omdat we de menselijke waardigheid koesteren. Het discriminatieverbod dat hangt nauw samen met de basisgedachte dat ieder mens gelijkwaardig heeft en een recht heeft om te bestaan en om deel te nemen aan de samenleving. En onze godsdienstvrijheid, die vloeit voort uit de gedachte van tolerantie en de waarde van pluralisme. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat alle grondrechten dat instrumenten zijn om die fundamentele waarden te beschermen. En in combinatie maken ze dat we in een open, vrije samenleving kunnen leven, dat we onszelf als mensen zo goed mogelijk kunnen ontplooien en zo prettig en zo veilig mogelijk kunnen samenleven. Dus deze waarden die vormen de kern van de grondrechten. En als je dat eenmaal weet, kun je dat als leidraad gebruiken om in de praktijk te kunnen kijken wat nu eigenlijk een grondrechtenkwestie is en wat niet meer. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar het recht op privacy en de coronamaatregelen. De kern van dat recht is de bescherming van de menselijke waardigheid, de persoonlijke autonomie en de lichamelijke en geestelijke integriteit. Het zal wel duidelijk zijn, denk ik, dat die kernwaarden bij een volledige lockdown behoorlijk vergaand worden geraakt. Mensen mogen zich dan immers niet meer buiten de deur begeven. Ze mogen niet meer zomaar fysiek contact hebben met familie en met vrienden. Ze mogen niet naar hun werk, ze mogen niet vrij reizen enzovoort. Dat zijn heel vergaande belemmeringen van onze individuele autonomie. Dus dan raak je dat recht dicht bij de kern. Maar als de maatregelen wat soepeler zijn, dan wordt de afstand van de kern van die grondrechten wat groter. In Nederland heeft zelfs onze intelligente lockdown eigenlijk nooit de kern van de privacy geraakt. Want wij mochten nog steeds de straat op voor wat boodschappen of om een frisse neus te halen. En we mochten nog steeds andere mensen ontmoeten. En sinds 1 juli zijn we beland in een situatie waarvan je je zou kunnen afvragen of die nog eigenlijk wel binnen het bereik van het grondrecht op privacy valt. Natuurlijk, we moeten nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar houden. En natuurlijk zijn die maatregelen die zijn hinderlijk en belemmerend. Maar inmiddels zijn ze wel ver afgelegen van de fundamentele kern van de privacy. En ze raken het wezen van onze autonomie, onze waardigheid en onze integriteit nog maar een klein beetje. Het etiket grondrechtenkwestie is dan misschien niet meer echt van toepassing.
Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat we dat soort beperkingen dan zomaar mogen opleggen. Ze raken immers nog steeds heel zwaarwegende individuele vrijheidsbelangen. Dus ook nu moeten we nog heel goede waarborgen bieden tegen misbruik en willekeur. Maar de hele zware extra bescherming die grondrechten krijgen, juist omdat ze zo sterk te maken hebben met de grondwaarden die we in onze samenleving koesteren, die verdienen ze toch iets minder. Dat brengt mij bij mijn tweede onderwerp, namelijk wat het nu precies betekent om te zeggen dat iets een grondrechtenkwestie is. Ik zei net al dat de kwalificatie van iets als grondrecht belangrijk is, omdat zo'n recht daardoor extra bescherming krijgt. Dat hebben we in ons rechtssysteem op allerlei plaatsen en op allerlei manieren vastgelegd. Heel belangrijk is vooral dat je alleen maar inbreuk mag maken op een grondrecht, of de uitoefening van een grondrecht mag beperken, als zo'n inbreuk of beperking aan strikte eisen voldoet. In een heel algemene zin kun je zeggen dat daarbij drie belangrijke eisen worden gesteld, namelijk die van legaliteit, legitimiteit en proportionaliteit. Allereerst moet je ervoor zorgen dat de overheid, maar ook een private partij, niet zomaar naar eigen believen en willekeur beperkingen mag opleggen. Juist omdat het gaat om zulke zwaarwegende rechten, moet er een degelijke juridische basis bestaan, bij voorkeur in een formele wet. En dat is een wet die is gemaakt door de regering en het parlement samen. Het voordeel van zo'n wet is dat democratische legitimatie en parlementair debat over de beperkingen is verzekerd. En dat we daardoor indirect en met z'n allen over kunnen meepraten. En precies dat is waarom veel juristen zo boos zijn over het ontbreken van een wettelijke basis voor veel coronamaatregelen. In tijden van nood mag er best wat houtje-touwtje werk zijn. En dan is het nog tot daaraan toe dat een burgemeester of een voorzitter van een veiligheidsregio allerlei beperkingen stelt op de bewegingsvrijheid of op de privacy. Dat zijn dan in ieder geval maar tijdelijke maatregelen. En gelukkig is er nog steeds wel controle en toegang tot de rechter mogelijk. Maar zeker als maatregelen langer gaan duren, dan wordt die behoefte aan democratische legitimatie en aan een parlementair debat een stuk groter. Net als de behoefte aan duidelijkheid en een rechtszekerheid en een toegang tot een rechter om die maatregelen te kunnen laten toetsen. Dat is waarom als eerste eis voor grondrechtenbeperkingen altijd wordt gezegd dat ze een voorspelbare, kenbare, wettelijke basis moeten hebben die beschermt tegen willekeurige toepassing. En in de tweede plaats moet zo'n wettelijke basis natuurlijk ook een goede inhoud hebben. En ook daar geldt dat je niet zomaar van alles mag doen als regelgeving. In de eerste plaats moet duidelijk zijn waarom je nou eigenlijk grondrechten beperkt. Dat was bijvoorbeeld een vraag die rondom de heel snelle invoering van de corona-app aanvankelijk sterk speelde. Het was duidelijk dat die app de bewegingsvrijheid en de privacy kon raken, maar niemand had scherp wat nu eigenlijk het doel was. En dat was wel belangrijk, want als de bedoeling was om te kunnen bepalen of mensen wel of niet het openbaar vervoer in mochten, of wel of niet naar hun werk mochten, dan schatten we die redelijkheid heel anders in dan als de bedoeling was om de GGD te ondersteunen in bron- en contactonderzoek. Dus per geval moet je dat doel scherp en duidelijk kunnen vaststellen om de redelijkheid ervan te kunnen beoordelen. En als je dan zo'n legitiem doel hebt gedefinieerd, is het vervolgens van belang om te blijven beseffen dat je bij het nastreven van dat doel grondrechten aan het beperken bent. Dat betekent dat wetgevers en beleidsmakers erg goed moeten nadenken over de instrumenten die ze kiezen. Want er is bijna altijd wel een keuze. Heb je bijvoorbeeld echt een volledig bezoekverbod in verpleeghuizen nodig om de gezondheid van de bewoners te beschermen? Of kun je iets slimmers bedenken? En heb je een corona-app echt nodig om bron- en contactonderzoek te doen? Of zijn er ook andere mogelijkheden die minder privacybeperkend zijn? En tenslotte, zelfs als er een legitiem doel is gekozen en als de gekozen instrumenten en maatregelen geschikte en noodzakelijke manieren zijn om dat doel te kunnen bereiken, is er nog één heel belangrijke vraag die altijd moet worden gesteld. En dat is of er een redelijk evenwicht is gevonden tussen het gewicht van het doel dat je nastreeft aan de ene kant en de beperkingen van de grondrechten die daarmee samenhangen.
Die vraag naar proportionaliteit is ongelooflijk moeilijk te beantwoorden. En in veruit de meeste juridische, of in de meeste gevallen valt er ook geen juridisch antwoord op te geven. Het verklaart wel waarom er bijvoorbeeld zoveel debat was en nog steeds is over de verpleeghuismaatregelen. Natuurlijk, die maatregelen die waren bedoeld om de gezondheid van de bewoners te beschermen. En natuurlijk werd al het mogelijke gedaan om eenzaamheid te voorkomen en toch contact met dierbaren mogelijk te maken. Maar uiteindelijk bleef voor veel mensen de vraag of je zo'n verbod eigenlijk wel moet willen. Misschien zouden zij zelf een andere afweging maken dan de overheid had gedaan. Misschien zouden zij liever het risico van ziek worden op de koop toenemen om toch hun dochter of hun levenspartner te kunnen zien. En dat soort afwegingen, en dan ben ik weer terug bij het eerste punt van legaliteit, is dan ook weer de reden waarom we zulke goede waarborgen moeten hebben rondom de besluitvorming. En waarom we moeten voorkomen dat er machtsconcentratie ontstaat. Of dat er geen goede controle over dit soort besluiten en maatregelen mogelijk is. Dus samenvattend zijn grondrechten ongelooflijk belangrijk. Omdat ze samenhangen met fundamentele kernwaarden. Met menselijke waardigheid, autonomie, gelijkwaardigheid, democratie, ontplooiingsvrijheid enzovoort. Dat betekent niet dat je grondrechten nooit mag beperken. Ook niet als ze dicht tegen die fundamentele waarden aan zijn gelegen. Het betekent wel dat je dan heel goede redenen moet hebben voor zo'n beperking. En dat er een goed evenwicht moet zijn tussen wat je probeert te bereiken en welke schade dat aanricht. En vooral ook dat er een goed, open, democratisch debat mogelijk moet zijn over de keuzes die je maakt. En dat beperkingen die je aanlegt, dat je die vastlegt in toegankelijke, duidelijke, kenbare regels die mensen kunnen begrijpen en die controleerbaar zijn. Dat zijn de maatstaven die we steeds moeten aanleggen in onze discussies over dit soort onderwerpen. En ik hoop ook dat ze kunnen helpen om onze discussies vandaag, maar ook verderop, over concrete onderwerpen als de demonstratievrijheid of het recht op gezondheid op een goede manier te voeren. Nou, daar wil ik het voor nu dan even bij laten. En dat betekent dat ik mijn scherm weer eventjes ga stoppen. En bij deze nu ook het woord overgeef aan Antoine Buijzen, die u meer zal vertellen over ook de wat internationale kant van de coronamaatregelen die zijn getroffen. Dankjewel, Janneke. Goedenavond allemaal. Ja, we gaan kijken naar de wereldwijde aspecten van deze kwestie. Omdat het bijzondere en tegelijkertijd bizarre aan de coronapandemie is dat het werkelijk zo'n beetje ieder land ter wereld raakt. In mijn bijdrage wil ik dan ook ingaan op het wereldwijde perspectief. Omdat regeringen zowel ieder voor zich en soms in samenwerking moeten beslissen of ze iets doen en wat ze dan doen aan dezelfde gezondheidscrisis, is er feitelijk ook één groot politiek en sociaal experiment gaande op dit moment. Waarbij we de daden, maar ook het falen van bijna 200 landen met elkaar kunnen vergelijken. Ook vanuit grondrechtenperspectief. Voor wetenschappers is dat vrij uniek. En alle keuzes van regeringen hebben gevolgen voor grondrechten. Soms botst het ene recht zelfs met het andere. Ieder land doet dat op zijn eigen wijze en soms heel eigenwijs. Maar worden ook veel maatregelen van elkaar overgenomen. Een goed voorbeeld zijn de lockdowns, die zich net zo pandemisch over de aarde hebben verspreid als de ziekte zelf. In sommige landen ongeacht of ze erg zinnig waren. Verschillen tussen landen zijn er in ieder geval in de retoriek van regeringsleiders. Op basis daarvan zouden we regeringsleiders haast in verschillende groepen kunnen indelen. Ten eerste zijn er degenen die het virus ontkennen of bagatelliseren, zoals president Lukashenko van Wit-Rusland, die de weinige vrijheden die de bewoners van dat land hebben, zoals ijshockeywedstrijden spelen en bijwonen, gewoon intact liet, door de aanwezigheid van het virus geheel te ontkennen. Protesteren of kritiek leveren op het regime bleef uiteraard net als in gewone tijden verboden. Antoine, zie je scherm nog niet? Excuus. Zie je scherm nog niet? Zo wel? Nee.
nu wel. Excuus daarvoor. Dus niet alleen in Wit-Rusland, maar bijvoorbeeld ook in Brazilië met president Bolsonaro, die het virus bagatelliseerde als een griepje, waarvan vandaag bleek dat hij het zelf ook heeft. Mondmaskers lange tijd weigerden en zich keerde tegen deelstaatgouverneurs die een bevolking wel probeerden te besmetten tegen het virus, maar zelf weigerden iets eraan te doen. Er zijn ook regeringen die het virus zeer serieus nemen en op zich helder communiceren, maar daarbij toch grote taal niet schuwen, in meerdere of mindere mate. Zoals Rutte, die in zijn televisietoespraak deze crisis de ergste sinds de Tweede Wereldoorlog noemde, en misschien wat extremer, Macron, die het virus als de vijand aanduidde en verklaarde dat Frankrijk in oorlog was. Of een mix van beide die we chaotisme zouden kunnen noemen, zoals president Trump, die zowel het over een heel klein probleempje had als over een ergere aanval dan Pearl Harbor, om vervolgens de laatste weken weer zich te wentelen in het idee van een complot tegen zijn regering. En dan zijn er ook nog regeringsleiders die de pandemie wel heel serieus nemen, maar grote retoriek juist schuwen en door heldere communicatie, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, een proportionele aanpak voorstaan. Wat deze regeringsleiders gemeen hebben, dat laat ik graag aan u. Maar we moeten natuurlijk veel verder kijken dan de façade van de retoriek. Voor maar een heel klein deel weerspiegelt die immers hoe serieus en hoe effectief regeringen de pandemie aanpakken of juist laten lopen. Maar nu al, terwijl we er nog middenin zitten, kunnen we twee voorzichtige en voorlopige conclusies trekken over de effecten van de pandemie op grondrechten. Ten eerste, de ernst van de pandemie in een land correleert eigenlijk niet of nauwelijks met de ernst van de aantasting van grondrechten. En ten tweede, wat wel gebeurt, al bestaande grondrechtenproblemen en schendingen worden erdoor versterkt. Over dat eerste punt. Net dit weekend is een grootschalig onderzoek naar 159 landen gepubliceerd, waaruit blijkt dat de mate waarin democratie werd beperkt tijdens de pandemie, gemeten naar of en in hoeverre parlementen konden blijven functioneren, totaal niet samenhing met de mate waarin het virus zich in een bepaald land verspreidde en slachtoffers maakte. Wat wel van invloed lijkt, is de mate van democratie. Stevig gevestigde democratieën sloten hun parlementen slechts deels of tijdelijk, terwijl in zogenaamde hybride staten, eigenlijk democratieën met meer autoritaire trekjes of dictaturen, de maatregelen vaak veel verrijkender waren. En dit brengt me bij de tweede voorlopige conclusie. Bestaande grondrechtelijke problemen zijn door de crisis versterkt. Problemen met politieke vrijheden, sociaal-economische ongelijkheid, gebrek aan basisvoorzieningen of regelrechte discriminatie. Allemaal spelen ze op in deze pandemie. En dat zien we ook terug in verschillende categorieën van grondrechten. Bij burgerlijke en politieke grondrechten, die noodzakelijk zijn om als burger in het bestuur deel te kunnen nemen, zien we dit op allerlei vlakken. Eigenlijk lopen allerlei controlerende mechanismen en waakhonden, die normaal tegenwicht bieden aan de macht van regeringen, averij op. En al die controlerende mechanismen weerspiegelen ook weer specifieke grondrechten. Ik noemde al even de invloed op parlementen, die soms zijn gesloten of nauwelijks nog bijeenkwamen. Dat raakt natuurlijk aan het recht op politieke participatie, maar ook het kiesrecht kwam op veel plekken in het geding. Verkiezingen werden uitgesteld of konden slechts onder strenge beperkingen plaatsvinden. En hetzelfde zien we bij de rechtspraak, een ander tegenwicht voor regeringen. Het recht op toegang tot de rechter is in deze pandemie veel en vaak beperkt. Van gesloten rechtbanken, zoals ook deels in Nederland, tot minder openbaarheid van processen, waardoor onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters in gevaar kwam. En ten derde zijn ook informatiestromen op allerlei manieren beperkt, bijvoorbeeld de persvrijheid, maar ook de vrije meningsuiting. Veel landen hebben anti-fake news wetgeving ingevoerd en ook vaak van elkaar overgenomen om onrust en paniek over de pandemie te voorkomen. En dat is soms een nauwelijks verhullende dekmantel voor censuur gebleven. In Venezuela bijvoorbeeld werden wetenschappers die kritiek leverden op coronabeleid van de regering in live tv-uitzendingen door hoge militairen verbaal aangevallen en tot doelwit gemaakt. En in Polen zijn de afgelopen weken activisten vervolgd die posters met kritiek op het coronabeleid op bushokjes hadden geplakt. Hen hangt een gevangenisstraf tot wel 10 jaar boven het hoofd. Maar opnieuw, ook in Nederland zijn bijvoorbeeld verzoeken door de pers om over openbaarheid van informatie over corona door de regering maandenlang niet behandeld. En ten vierde,
Ook de vrijheden van burgers en maatschappelijke organisaties om hun stem te laten horen, om te demonstreren, zoals we later zullen horen, om zich te organiseren, zijn op veel plaatsen ingeperkt. De beperking op allerlei controlerende mechanismen betekent dat de discussie over en ook de afweging van maatregelen die rechten beperken, zoals lockdowns, veel lastiger of zelfs onmogelijk wordt. Met daarmee ook meer risico's op schendingen van grondrechten. Want waar sommige landen in goed vertrouwen en via echt publiek debat democratische wegen tijdelijk en proportioneel grondrechten beperken, met als doel echt de pandemie te bestrijden, zijn er ook staten waarbij de pandemie een dekmantel is voor iets anders. Vanuit grondrechtenperspectief doet dit zich voor in alle dimensies die Janneke Gerards zojuist schetste. In het element van legaliteit. Sommige wetgeving wordt bewust vaag en breed gehouden over wat er verboden is. En het wordt tegelijkertijd draconisch toegepast. Een voorbeeld daarvan, in Vietnam is de anti-fake news wetgeving tijdens de pandemie aangescherpt, waardoor kritiek op coronabeleid als het vage brede vergrijp propaganda tegen de staat kan worden gedefinieerd en met hoge boetes kan worden bestraft. Maar we zien het ook bij legitimiteit, het tweede element dat Janneke noemde. De Hongaarse regering van premier Orbán, dat weet u uit het nieuws, gebruikt democratisch zeer kwestieuze wetgeving om zichzelf meer macht toe te kennen. De coronacrisis is daar slechts een flinterding excuus voor. En we zien het ten derde ook in de proportionaliteit van maatregelen. Zo dreigde president Duterte van de Filipijnen met het letterlijk neerlaten schieten van mensen die zich niet aan de lockdown zouden houden. Disproportioneler kun je je haast niet voorstellen. En grondrechtenbescherming ging in veel landen al achteruit voor de pandemie begon. De laatste 10 tot 15 jaar kunnen we zeggen dat er sprake is van een zogenaamde democratic backsliding en aanvallen op het maatschappelijk middenveld. Democratie staat onder druk, persvrijheid staat ook onder druk en maatschappelijke organisaties worden bestreden en bedreigd. En het is best ironisch te noemen dat een aantal jaar geleden al een VN-rapporteur die al die beperkingen zag optreden, waarbij regeringen ook elkaars tactieken en wetten kopiëren, letterlijk omschreef als een pandemie. Vooruitziende blik. Door COVID-19 is dit op heel veel plaatsen, vaak onder het mom van ziektebestrijding, nog veel erger geworden. Ook op een tweede groep grondrechten, zogenaamde sociaal-economische grondrechten, hebben coronamaatregelen heel veel invloed. Waar de bredere discussie in veel landen er een is tussen moeten we kiezen voor gezondheid of voor economie, is de onderliggende grondrechtendiscussie deels een andere. Hoe kan je bepaalde rechten in crisistijd waarborgen zonder andere rechten te schenden? Zo beïnvloedt een lockdown direct de toegang tot werk, maar raakt die mensen die in de informele economie werken veel en veel harder dan anderen. Voor wie zijn of haar inkomen plots kwijt is, dreigen ook direct andere problemen, zoals met het recht op huisvesting, de huur kan niet meer worden betaald, of toegang tot voedsel en water. Ik zal hier niet verder op ingaan, want de vierde bijdrage straks van Brigitte Toebes zal op zo'n sociaal-economisch recht zien. En dat laatste hangt ook samen met een derde dimensie van grondrechten, namelijk discriminatie. Sommige anti-coronamaatregels maken expliciet onderscheid tussen mensen. Maar heel veel andere maatregelen hebben vooral indirecte discriminerende effecten, zoals Amnesty International recent al waarschuwde. Dat uit zich ook weer in de meest concrete situaties, zoals deze week, de lockdown in Melbourne, waarbij een aantal flats als geheel in quarantaine zijn geplaatst. Van het een op het andere moment mocht niemand die flats meer in of uit. En hoewel de aanleiding een uitbraak van corona was en de overheid iedereen wil testen, zijn die maatregelen rondom deze sociale woningbouwflats zo dat ze vooral armere Australiërs raken en ook migranten. En die maatregelen zijn ook veel restrictiever dan in een naburige middenklassewijk waar de ziekte ook is uitgebroken, maar waar men nog wel bewegingsvrijheid heeft voor bijvoorbeeld noodzakelijke boodschappen. In andere landen blijken tijdens lockdowns migranten of mensen met een andere huidskleur dan de meerderheid op straat ook veel vaker door de politie te worden gecontroleerd dan anderen. En dan rest nog de vraag, mogen staten nou tijdens een pandemie juridisch eigenlijk wel dat argument van we zitten in een speciale situatie gebruiken om grondrechten minder te beschermen dan normaal? Of anders gezegd, ze verder in te perken? Binnen de internationale afspraken, bijvoorbeeld vastgelegd in mensenrechtenverdragen, is zeker rekening gehouden met heel uitzonderlijke situaties. Dat noemen we noodtoestanden. Als een land door een oorlog of een natuurramp, maar ook door bijvoorbeeld een pandemie in gevaar is, dan staan mensenrechten toe dat staten niet
tijdelijk niet meer alle mensenrechten volledig beschermen. Noodbreekwet zou je op een bepaalde manier kunnen zeggen, maar dan op het niveau van regeringen. De gedachte erachter is dat het in noodsituaties voor staten simpelweg niet mogelijk is alle mensenrechten volledig te beschermen en dat er dus tijdelijk meer bevoegdheden aan de uitvoerende macht, aan de regering dus, moeten worden gegeven. Er moeten immers moeilijke keuzes worden gemaakt. Er zijn wel voorwaarden verbonden als je daar als staat gebruik van wilt maken. Juist omdat het verleden leert dat noodtoestanden gemakkelijk misbruikt kunnen worden en zelfs kunnen ontaarden in een dictatuur of een oorlog. En die voorwaarden zijn dat je zo'n noodtoestand officieel moet uitroepen en ook internationaal moet aanmelden. Binnen Europa moet je dat bijvoorbeeld doen onder het Europese Mensenrechtenverdrag bij de Raad van Europa. Ten tweede, je mag alleen maatregelen nemen als die echt strikt noodzakelijk zijn door die noodsituatie, oftewel als het echt niet anders kan. Ten derde, van sommige grondrechten mag je zelfs in noodtoestanden niet afwijken, zoals bijvoorbeeld het recht op leven, het verbod op marteling en slavernij. En tenslotte, maar dat is echt veel implicieter, is de gedachte ook dat noodtoestanden tijdelijk zijn, omdat juist eeuwigdurende noodtoestanden heel gevaarlijk zijn gebleken. Wat dus kan in zulke situaties, is dat bijvoorbeeld het recht om te demonstreren, waar Berend Roorda straks op in zal gaan, tijdens een noodtoestand niet meer zo ruim is als in gewone tijden, maar dat extra beperkingen mogelijk zijn. En zo geldt het ook voor een hele rij andere vrijheden. Dat betekent overigens niet dat de voorwaarden om grondrechten in te perken, zoals Janneke Gerards die net voor u beschreef, dat die tijdelijk helemaal de koelkast ingaan. Maar het betekent wel dat staten beperkingen juridisch makkelijker kunnen rechtvaardigen. Een betere metafoor dan een koelkast is dus wellicht een paraplu die ons tijdelijk niet meer volledig beschermt tegen overheidsingrijpen. En de vraag is natuurlijk, hebben staten dat dan gedaan in deze crisis? Hebben ze formeel een noodtoestand uitgeroepen en aangemeld? Als we bijvoorbeeld in Europa kijken, dan hebben sommige landen zoals Spanje formeel interne noodtoestand uitgeroepen, maar hebben ze dat niet internationaal aangemeld. Toch zijn er in de maanden maart en april wel een handvol landen geweest, zoals Estland, Letland, Georgië, Roemenië en Servië, die formeel zo'n noodtoestand bij de Raad van Europa in Straatsburg hebben aangemeld. Meestal voor slechts 1 of 2 maanden. En wat opvalt, Nederland heeft dat niet gedaan. Kennelijk vindt het kabinet dat alle maatregelen van de lockdown ook onder het gewone mensenrechtenregime verdedigbaar zijn. Of misschien, men heeft de grondrechten überhaupt niet zo duidelijk in het vizier gehad aan het begin van de crisis. De plannen voor een speciale anti-coronawet in Nederland, met tijdelijk extra bevoegdheden voor de regering, zonder formeel de noodtoestand uit te roepen, hebben, zoals we weten, zoveel kritiek opgeroepen dat die tot na de zomer in de ijskast zijn gezet. Toch nog nuttig dus, zo'n ijskast. Het is belangrijk om op te merken dat er ook landen zijn, zoals bijvoorbeeld Egypte, waar al voor de coronacrisis een noodtoestand gold en waar die ook tijdens die pandemie heel erg misbruikt is eigenlijk om grondrechten nog verder in te perken. En net zoals er landen zijn die überhaupt geen noodtoestand uitroepen omdat ze simpelweg zulke juridische nuances niet zo interessant vinden. Een land als Hongarije, waar het parlement zichzelf voor enkele maanden buiten werking had gesteld om de regering alle ruimte te geven, is een voorbeeld van een gevaarlijk soort noodtoestand. Hongarije heeft overigens niet formeel bij de Raad van Europa een noodtoestand aangemeld en kan dus ook volledig aan internationale mensenrechtenafspraken worden gehouden. Kortom, wereldwijd brengt overheidsbeleid soms direct en doelbewust, soms als onbedoeld gevolg of als uitkomst van duivelse dilemma's, grondrechten in de verdrukking. Tegelijkertijd is er ook hoop. Een op grondrechten gebaseerde politiek en beleid geeft de beste kansen voor iedereen om beter uit deze pandemie te komen, zoals de VN-hoge commissaris Mensenrechten Michelle Bachelet ondanks nog eens benadrukte. En dan is het nu tijd voor de volgende spreker om in te zoomen op een concreet recht. Ik geef graag het woord over aan Berend Roorda. Ik zal ook even mijn scherm niet meer delen. Als mijn presentatie nu goed zichtbaar is, dan neem ik graag het woord over van Antoine. Beste mensen,
Na de twee vorige interessante presentaties over grondrechtenbeperkingen en de pandemische aantasting van grondrechten, zoom ik als derde spreker graag met u in op het Nederlandse demonstratierecht in coronatijd. Toen het COVID-19-virus in maart van dit jaar Nederland in zijn greep kreeg, waren de straten aanvankelijk praktisch leeg. Een groot contrast met protestjaar 2019 en de eerste twee maanden van 2020, toen onder meer docenten, verplegers, bouwers, agenten, boeren en klimaatactivisten de straat op gingen om hun onvrede te uiten. Inmiddels zijn demonstraties weer terug van weg geweest. Van lege schoenprotestacties van Extinction Rebellion tot anti-lockdown betogingen en van grootschalige antiracisme demonstraties van de Black Lives Matter beweging tot blokkadeacties van boeren. Deze demonstraties in coronatijd roepen vragen op. Ik wil met u bij drie van die vragen stilstaan. In de eerste plaats, wat houdt het demonstratierecht precies in? Vallen lockdown demonstraties die ontaarden in rellen of blokkadeacties van boeren bijvoorbeeld ook onder de bescherming van dit recht? Vervolgens staan we stil bij de vraag hoe de uitoefening van het recht kan worden beperkt in coronatijd. De derde en laatste vraag is welke demonstratierechtelijke lessen we kunnen trekken uit de coronacrisis. De eerste vraag, wat is het demonstratierecht? Het recht om te demonstreren is een grondrecht. Dat wordt beschermd door artikel 9 van onze grondwet en door verschillende internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het demonstratierecht wordt beschouwd als een van de fundamenten van de democratische rechtsstaat. Zo hebben demonstraties aan de wieg gestaan van de totstandkoming van belangrijke verworvenheden in onze democratische rechtsstaat, zoals het stemrecht, vrouwenrechten en het recht op vakbondsvorming. Verder biedt dit recht minderheden, die soms moeilijk doordringen tot de media of de politiek, de mogelijkheid om hun al dan niet controversiële opvattingen te ventileren en onder de aandacht te brengen van de mensen, de media en de politiek. Bovendien is het demonstratierecht, naast bijvoorbeeld het kiesrecht, het middel om in een democratie invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces van autoriteiten. Wat wordt nu precies beschermd door dit recht? In de kern is dat het organiseren van en deelnemen aan een demonstratie. Van een demonstratie in de zin van de grondwet is sprake als er is voldaan aan drie karakterbepalende elementen. 1. Er moet sprake zijn van twee of meer personen. 2. Die in het openbaar. 3. Een mening uiten. De inhoud van de mening doet er niet toe. Ook een demonstratie waarvan de inhoud kwetst, choqueert of verontrust valt onder de bescherming van het grondrecht. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zegt in dit verband: "Such are the demands of the pluralism, tolerance and broad-mindedness, without which there is no democratic society." Niet alle protestacties vallen onder de bescherming van het demonstratierecht. Acties waarbij de gemeenschappelijke meningsuiting op de achtergrond is geraakt en die het karakter hebben van dwangmaatregelen jegens de overheid of jegens derden, dat zijn geen demonstraties in de zin van de grondwet. Berend, sorry dat ik interrumpeer, maar jouw presentatie lijkt niet door te klikken. In ieder geval zien wij nog steeds een startdia in beeld. Dus ik weet niet of dat bij jou wel goed gaat. Ja, bij mij gaat het wel goed, maar jullie zien dat dus kennelijk niet. Ja, ik zie nu... Ik klik hem even door. Dit waren de lege straten. Hier de boerenprotesten onder andere in 2019. De protesten die we afgelopen maanden hebben gezien tijdens de coronacrisis, de protesten die weer terug zijn van weg geweest, de drie vragen waar ik bij stilsta, en wat ik dus heb uitgelegd, het gaat om een grondrecht, neergelegd in onze grondwet en in internationale verdragen, van een demonstratie sprake als aan deze drie karakterbepalende elementen is voldaan, dus twee of meer personen die in het openbare mening uiten. En wat ook van belang is, is dat die meningen ook mag kwetsen, choqueren of verontrusten. Dat betekent niet dat het niet onder het demonstratierecht valt. Wat valt er niet onder? Nou, dat is als die gemeenschappelijke meningsuiting bij protestacties op de achtergrond is geraakt, het echt bedoeld is als dwangmiddel. Rechts ziet u een drietal foto's van protestacties die tijdens de coronacrisis hebben plaatsgevonden. De eerste twee acties vallen in elk geval onder de bescherming van het demonstratierecht.
aangezien er sprake is van twee of meer personen die in het openbaar een mening uiten. Of zij dit nu doen met lege schoenen of met protestborden, dat doet niet de zaken. Ook doet het niet de zaken dat de tekst op een van de protestborden wellicht als kwetsend, chockerend of verontrustend kan worden ervaren. Pas als demonstranten tijdens een van die demonstraties bijvoorbeeld massaal zouden gaan rellen, pas dan ontvalt de actie de bescherming van het demonstratierecht. Bij de derde protestactie, de snelwegblokkade van boeren, is het minder evident dat er sprake is van een grondwettelijk beschermde demonstratie. Een snelwegblokkade heeft naar zijn aard immers een tamelijk dwingend karakter jegens andere weggebruikers, waarbij het maar de vraag is of de meningsuiting voorop staat. Ik geef deze actie vooralsnog het voordeel van de twijfel, maar u voelt wel aan dat de boeren zich hiermee in een schemengebied wagen, met name naarmate een dergelijke blokkadeactie langer voortduurt. De tweede vraag die vaak wordt gesteld is, stel nu dat een protestactie valt onder het recht om te demonstreren. Hoe kan die dan van overheidswegen worden beperkt? Het is echter beter om een andere aanvliegroute te kiezen. Omdat het gaat om de uitoefening van een grondrecht, dient de overheid een demonstratie in de eerste plaats zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beschermen en te faciliteren. Dat is primair de taak van de overheid en meer specifiek voor de burgemeester als hoede van de rechtsstaat. Het is echter niet zo dat het demonstratierecht een absoluut grondrecht is, dat nooit mag worden beperkt. Onze grondwet en ook internationale verdragen, die staan beperkingen toe. Voor zover zij voldoen aan de eisen die Janneke Gerards al noemde. Te weten de eisen van legaliteit, legitimiteit en proportionaliteit. Ik ga nu in op welke wijze het demonstratierecht de afgelopen maanden in Nederland is beperkt op grond van de coronanoodverordeningen en de Nederlandse demonstratiewet, de wet openbare manifestaties. Vervolgens zal ik kort nog iets zeggen over de demonstratierechtelijke implicaties van de voorgestelde spoedwet. Waarbij ik er wel meteen bij zeg dat het maar zeer de vraag is of die spoedwet er in de voorgestelde vorm daadwerkelijk komt. En zo ja, wanneer? In de verschillende coronanoodverordeningen die vanaf het begin van de coronacrisis zijn uitgevaardigd, is een verbod op samenkomsten en evenementen opgenomen. Dit verbod ziet echter niet op demonstraties. Hiervan zijn de autoriteiten doorgaans goed op de hoogte. Afgelopen maanden zijn er geen demonstraties verboden op grond van de coronanoodverordeningen, een enkele uitzondering daar gelaten. In de coronanoodverordeningen is naast een verbod op samenkomst en evenementen een 1,5 meter afstandseis opgenomen. Die regel wordt in tegenstelling tot het verbod op samenkomsten en evenementen geacht wel van toepassing te zijn op demonstraties. De demonstratievrijheid staat hieraan niet in de weg, omdat die afstandseis de uitoefening van het demonstratierecht niet in de kern aantast en dit ook niet de bedoeling is. Demonstraties zijn de afgelopen maanden beperkt of soms zelfs verboden of beëindigd op grond van de Nederlandse demonstratiewet, de wet openbare manifestaties. Die wet vereist van demonstranten dat zij de burgemeester van tevoren op de hoogte stellen van hun voornemen om te demonstreren. Deze zogenaamde kennisgevingplicht is bedoeld om de burgemeester beter in staat te stellen om een demonstratie te beschermen en te faciliteren. Maar daarnaast biedt die plicht de burgemeester ook de mogelijkheid om een demonstratie voorafgaand te beperken of in een uiterst geval zelfs te verbieden. Tijdens een demonstratie kan de burgemeester aanwijzingen geven of, wederom in een uiterst geval, een beëindigingsopdracht geven. De burgemeester mag van al deze bevoegdheden alleen gebruiken als dat noodzakelijk is in het kader van 3 doelcriteria. 1. Ter bescherming van de gezondheid. 2. In het belang van het verkeer. Of 3. Ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Tot het moment dat de coronacrisis uitbrak, werd zelden een beroep gedaan op het gezondheidsdoelcriterium. Maar dat is afgelopen maanden wel anders geweest, want sinds het uitbreken van de coronacrisis worden demonstraties bijna zonder uitzondering beperkt en soms zelfs verboden of beëindigd op grond van dit doelcriterium. Bij de doelcriteria geldt dat de gevaren voor de gezondheid, de gevaren voor het verkeer en de wanordelijkheden moeten worden veroorzaakt door de demonstranten zelf. Want wat nog wel eens voorkomt is dat anderen dan de demonstranten die gevaren of wanordelijkheden veroorzaken. Bijvoorbeeld andersdenkenden die de demonstratie onmogelijk willen maken. Het
hebben we wel gezien bij de anti-Zwarte Piet-protesten afgelopen jaren. Of hooligans die de demonstratie willen kapen om te gaan rellen. In dat geval mag de burgemeester de demonstratie niet zomaar beperken of verbieden. Maar moet hij juist heel veel politie inzetten om de demonstranten tegen die andersdenkenden of tegen die hooligans te beschermen. En om ervoor te zorgen dat de demonstratie toch op een goede manier kan doorgaan. Als zelfs de inzet van zoveel politie niet kan voorkomen dat de gezondheid of het verkeer gevaar loopt, of dat wanordelijkheden uitbreken, pas dan mag de burgemeester overgaan tot het beperken of verbieden van een vreedzame demonstratie. Afgelopen maanden deed zich dat voor in bijvoorbeeld Zwolle en Enschede, waar demonstraties van Pegida en Rechts in Verzet zijn verboden vanwege aangekondigde tegendemonstraties. De verwachting was dat zelfs met inzet van heel veel politie de 1,5 meter eis niet zou kunnen worden gehandhaafd. In Utrecht werd afgelopen weekend ook een demonstratie verboden. Dit keer niet vanwege aangekondigde tegendemonstraties, maar vanwege vrees voor komst van grote groepen relschoppers die de demonstratie, die gericht was tegen de coronamaatregelen en gericht ook tegen politiegeweld, wilden aangrijpen om tot een gewelddadig treffen met onder meer de politie te komen. Ook hier was de verwachting dat zelfs met inzet van heel veel politie die 1,5 meter eis niet zou kunnen worden gehandhaafd. Bovendien zouden wanordelijkheden hiermee naar verwachting niet kunnen worden voorkomen. Bijzonder is overigens dat tijdens de huidige coronacrisis de bovengenoemde bevoegdheden niet langer toekomen aan de burgemeester, maar aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Dit is omdat de coronacrisis een ramp en crisis is van meer dan plaatselijke betekenis en daarom die reden op grond van de wet veiligheidsregio's is opgeschaald. Zoals u kunt zien op de afbeelding zijn er inmiddels ook demonstraties die zich richten tegen de voorgestelde coronaspoedwet. Hoepel op met je 1,5 meter wet, staat er op een van de protestborden. Welke implicaties zou dit wetsvoorstel, als het zou worden verheven tot wet, hebben voor het demonstratierecht? Van het verbod op groepsvorming en het verbod op evenementen, zoals dat is opgenomen in het wetsvoorstel, zijn demonstraties uitgezonderd. Daarvoor blijft gewoon de wet openbare manifestaties gelden. Volgens de toelichting op het wetsvoorstel hebben alleen de veilige afstandsnorm en de hygiënevoorschriften die op grond van de spoedwet kunnen worden ingesteld betrekking op demonstraties. Het betreft beperkingen die niet de kern van het demonstratierecht raken. De implicaties voor de demonstratievrijheid zijn dus gering. Tot slot, de derde vraag. Welke demonstratierechtelijke lessen trekken we uit de coronacrisis? Ik tel er in elk geval 3. In de eerste plaats toont de demonstratiebereidheid van de afgelopen maanden aan dat het belang van het demonstratierecht groot is. Juist ook in crisistijd, waarin de autoriteiten vergaande grondrechtbeperkende maatregelen nemen die lang niet bij iedereen op instemming kunnen rekenen. De tweede les die we kunnen leren is dat de Nederlandse demonstratiewet voldoende is toegesneden op een crisis als de huidige. Op grond van die wet hebben voorzitters van veiligheidsregio's tijdens de coronacrisis doorgaans het goede midden weten te vinden tussen enerzijds de demonstratievrijheid en anderzijds andere rechten en belangen. En daar waar te beperkend of te weinig beperkend is opgetreden, ligt dit mijns inziens niet aan de wet, maar aan de toepassing ervan. De derde les is dat het ten koste van de demonstratievrijheid kan gaan als demonstranten tijdens een crisis als de huidige zich niet houden aan de regels. Ik zal uitleggen waarom. Er zijn met name de laatste weken voorbeelden van demonstranten die tijdens demonstraties bewust de regels overtreden. Dit genereert soms veel aandacht en er kan een symbolische werking van uitgaan. Bijvoorbeeld als demonstranten massaal de 1,5 meter regel overtreden om daarmee hun ongenoegen met juist ook die regel te uiten. Maar het doet afbreuk aan de demonstratievrijheid. Autoriteiten zien zich door demonstranten die de regels aan hun laars lappen namelijk veelal genoodzaakt om bij volgende demonstraties eerder beperkend op te treden. In dat opzicht is de ruimte die je demonstratierecht krijgt niet alleen afhankelijk van het handelen van autoriteiten, maar ook van het handelen van demonstranten. Het is belangrijk dat men dit goed beseft, want het demonstratierecht is een te groot goed om er niet zorgvuldig mee om te gaan. Graag geef ik het woord door aan de vierde en laatste spreker van dit webinar, Brigitte Toebes.
Ik kan mijn video niet starten. Because the host has stopped it. En nu werkt het, dank. Goedenavond allemaal. Hartelijk dank voor deze mogelijkheid. Ik heb genoten van de presentaties tot dusverre. En die gingen eigenlijk voornamelijk over de wijze waarop de overheidsmaatregelen ingrijpen op rechten als recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en demonstratievrijheid. Het is heel belangrijk dat we deze discussie voeren. En gelukkig leven we in een land waar we deze discussie openlijk kunnen voeren. Dat is natuurlijk niet overal ter wereld het geval. Ik wil met iets meer afstand naar de crisis kijken vanuit het perspectief van het recht op gezondheid. Vandaar die titel Reculer pour mieux sauter. Ik wil illustreren hoe een optimale bescherming van het recht op gezondheid schendingen van andere rechten juist kan voorkomen. En mijn belangrijkste punt zal zijn dat het recht op gezondheid ons dwingt om ons zorgstelsel zo te organiseren dat we goed kunnen reageren op gezondheidscrisis. En dat een adequate reactie, een weerbaar zorgstelsel, ervoor zorgt dat schendingen zoals eerder besproken tot op zekere hoogte voorkomen kunnen worden. En dit illustreert dan ook hoe verschillende type mensenrechten onderling verbonden zijn en met elkaar verweven en hoe ze elkaar versterken. Brigitte, sorry dat ik ook bij jou interrompeer. Ja? Je bent helemaal aan het achterkant van je presentatie terechtgekomen, dus ik denk dat je even terug moet. Geen probleem. Beter. Dan gaan we nu hier naartoe. Ten eerste moet ik uitleggen dat ik het dus ga hebben over de zogenaamde economische, sociale en culturele rechten, ofwel sociale rechten, zoals recht op gezondheid, onderwijs en sociale zekerheid. Zoals door Antoine ook al aangestipt. Terwijl de burger- en politieke mensenrechten wel worden teruggebracht tot de verlichtingsidealen, wordt de basis voor de economische en sociale rechten vaak gezocht in de 19e eeuw, de tijd van de industriële revolutie, die zich kenmerkte door gigantische economische vooruitgang, maar ook natuurlijk armoede, slechte arbeidsomstandigheden en kindersterfte. Het was overigens ook de eeuw waarin voor het eerst internationale samenwerking werd gezocht op het terrein van de infectieziektebestrijding, zoals cholera. Dus de 19e eeuw vormt een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van het recht op gezondheid en voor de internationale bestrijding van infectieziekten. Het recht op gezondheid ligt verankerd in een flink aantal mensenrechtenverdragen dat sinds de Tweede Wereldoorlog is aangenomen. Kernbepaling is daarbij artikel 12 van het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. En deze norm ligt ook verankerd in onze grondwet. Artikel 22, eerste lid, bepaalt dat de overheid maatregelen neemt ter bevordering van de volksgezondheid. In onze grondwet zien we dus geen recht, maar een overheidsverplichting. Maar je ziet wel meteen dat dit een hele belangrijke bepaling is in deze crisis. Want de overheid moet op basis van deze bepaling maatregelen nemen ter bevordering en bescherming van de volksgezondheid. Nou, daar gaat het natuurlijk ook om in deze crisis. Dat recht op gezondheid is een open norm waar moeilijk paal en perk aan te stellen is. Hoe garandeert de overheid nou jouw optimale gezondheid? Er is de afgelopen jaar vooral op internationaal niveau veel nuttig werk verricht om het recht op gezondheid handen en voeten te geven. In het mensenrechtenkader van de Verenigde Naties zijn de zogenaamde General Commons, oftewel algemene aanbevelingen opgesteld, niet bindende, maar wel gezaghebbende uitleggingen, aanbevelingen die uitleg geven aan de mensenrechtenbepalingen, waaronder dus dat recht op gezondheid. Er is bijvoorbeeld dus een algemene aanbeveling over artikel 12 uit het internationaal verdrag inzake economische en sociale rechten. En die zegt een aantal dingen die voor de huidige discussie ook van nut zijn. Ten eerste legt die aanbeveling uit waarom het recht op gezondheid gehanteerd wordt, die term, en waarom we het niet in engere zin hebben over recht op gezondheidszorg. De reden is dat juist een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving cruciaal zijn voor de gezondheid. Daarmee wordt dat recht op gezondheid natuurlijk wel een hele brede, nogal onhanteerbare norm. Maar deze benadering gericht op wat ze ook wel noemen sociale determinanten van gezondheid is tegelijkertijd cruciaal. Ook de coronacrisis laat dat weer zien. Mensen met obesitas hebben een veel grotere kans op complicaties bij corona en ook rokers lopen een groter risico. Dat laat zien dat ten eerste dat chronische
en infectieziekten onderling verweven zijn. En het benadrukt ook weer die noodzaak om ongezonde producten en ongezond gedrag in de samenleving terug te dringen. En om onze leefomgeving nog gezonder te maken. De Nederlandse overheid heeft hier de afgelopen decennia nogal wat steekjes laten vallen. Meer recentelijk is de regulering van tabak bijvoorbeeld strenger geworden, maar er kunnen nog drastische stappen genomen worden. Bijvoorbeeld specifiek om prijs, aanbod en marketing van ongezonde producten verder aan banden te leggen. Maar nu kom ik terug op die andere dimensie van het recht op gezondheid, toegang tot zorg. En algemene aanbeveling 14 formuleert een aantal beginselen die het begrip toegang tot zorg verfijnen. Deze aanbeveling formuleert de zogenaamde triple AQ. Het uitgangspunt dat zorg available, accessible, acceptable en of good quality moet zijn. Oftewel beschikbaar, toegankelijk, aanvaardbaar en van goede kwaliteit. En die toegankelijkheid wordt dan weer verfijnd in een aantal subbeginselen. Dit is inmiddels een gezaghebbend raamwerk dat ook in beleidssettings op internationaal en nationaal niveau steeds weer toegepast wordt. En het biedt ook een mooi kader om te evalueren of de zorg in Nederland voldeed aan het recht op gezondheid. Daar kom ik zo nog eventjes op terug. Maar die aanbeveling, die algemene aanbeveling 14, maakt eigenlijk niet precies duidelijk hoe landen zich moeten reageren op een uitbraak van een specifieke infectieziekte. Daarvoor moeten we bij een ander internationaal regime zijn. De zogenaamde internationale gezondheidsregeling van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze regeling bindt sinds 2005 alle landen die lid zijn van de WHO, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zijn in feite alle landen ter wereld. En op basis van de zogenaamde all hazards approach, benadering, vallen alle bedreigingen van de volksgezondheid onder deze regeling. Dus bijvoorbeeld ook, ik vind dat interessant om even te benadrukken, straks de gezondheidsproblemen die mogelijk voortvloeien uit klimaatverandering. De regeling legt landen gedetailleerde regels op indien er sprake is van een uitbraak. Rapporteren aan de WHO indien er sprake is van een uitbraak in jouw land. De WHO kan dan verklaren dat er sprake is van de dreiging van de mondiale volksgezondheid. Aanbevelingen doen aan het land waar de uitbraak is. Maar misschien nog belangrijker, en daar wil ik het eigenlijk vooral over hebben, dwingt het alle partijen bij deze regeling om hun zogenaamde core capacities, ofwel core capaciteiten, op orde te hebben. Het personeel en de middelen om snel en effectief te reageren indien er sprake is van een uitbraak. Heel belangrijk dat alle landen ter wereld hieraan voldoen. Want het systeem is als geheel is zo sterk als haar zwakste schakel. Als landen elders ter wereld dit niet op orde hebben, dan kan dat mondiale gevolgen hebben. Minpunt van deze regeling is overigens dat het de WHO aan sanctiemechanismen ontbreekt. Ik pleit ervoor om het open geformuleerde mensenrecht op gezondheid nader te in te kleuren met de internationale gezondheidsregeling. En om ervan uit te gaan dat wat die gezondheidsregeling zegt ook een zaak is van mensenrechten. Dus als landen niet voldoen aan wat de WHO voorschrijft, dan kan dat ook leiden tot een mensenrechtenschending in het kader van de mensenrechtenmechanismen van de VN. En wellicht ook voor de nationale rechter. Zo zou je het ontbreken van sanctiemechanismen bij de WHO deels kunnen ondervangen wellicht. Nu kom ik terug bij Nederland en de analyse van Nederland. Vragen die opkomen zijn, hoe heeft het zorgstelsel in Nederland gereageerd op de crisis? Hoe toegankelijk zijn de coronazorg en de reguliere zorg geweest tijdens de crisis? Wat leren wij van deze crisis voor toekomstige crisis? En wat leren wij over de zorg in het algemeen? Ik zou tot slot 4 korte observaties willen doen. Vraag is ten eerste of Nederland op tijd gereageerd heeft op de crisis. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat de schade beperkt had kunnen worden door eerder in te grijpen met een aantal ferme, drastische maatregelen. Om levens te redden, maar ook op langere termijn de toegang bijvoorbeeld tot onderwijs te garanderen en de economie te beschermen. Daar hebben we misschien nog geen duidelijke antwoorden op, maar het lijkt me toch iets om zorgvuldig te bekijken en om lessen uit te trekken voor de toekomst. Ten tweede is het duidelijk dat er tekorten waren aan gespecialiseerd personeel, IC-bedden en medicijnen, mondkapjes en ook van testen. Een signaal dat Nederland niet goed voorbereid was. Dit roept vragen op vanuit die triple AQ die ik eerder noemde. Is daar nou aan voldaan? En het roept ook de vraag op of Nederland haar zogenaamde kerncapaciteiten, zoals verplicht onder de internationale gezondheidsregeling, op orde had.
Het lijkt me belangrijk om te volgen hoe Nederland door de WHO en externe evaluaties beoordeeld gaat worden. En om ook zelf naar die internationale evaluaties te kijken en die onder de loep te nemen. Leggen die de tekortkomingen op nationaal niveau nou werkelijk bloot? Of kunnen die evaluaties nog scherper? Ten derde, de zorg voor kwetsbare mensen stond onder druk. Dit is evident. Ouderen, mensen met een chronische ziekte en vooral mensen in de verpleeghuizen. Er lijkt behoefte aan een beter begrip van hoe de zorg voor deze mensen optimaal kan zijn. Met die achtneming van hun kwaliteit van leven. Is de zorg voor deze mensen aanvaardbaar om het maar weer eens terug te brengen naar de AAAQ? Er lijkt die behoefte aan goed geoutilleerd personeel, duidelijke richtlijnen en aan innovatieve oplossingen. Tot slot, veel reguliere zorg is in deze crisis op de lange baan geschoven. Dit leidt wat mij betreft tot twee tegengestelde observaties. Enerzijds is er sprake van gezondheidsschade doordat mensen niet de zorg hebben kunnen krijgen die zij nodig hadden. Op gespannen voet met de AAAQ, zou je kunnen zeggen. Maar anderzijds ligt die crisis ook bloot dat er in normale tijden ook veel sprake is van consumptie van onnodige zorg. Vanuit mensenrechtenperspectief lijkt me dat ook een belangrijke observatie. Onnodige zorg voorkomen is een manier om kosten te besparen en daarmee noodzakelijke zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Nou, heel veel dank Brigitte en Berend en Antoine voor een aantal heel mooie, interessante presentaties. Ik denk dat het de bedoeling is dat wij nu in ieder geval allemaal weer in beeld komen, zodat we de laatste 10 minuten van dit webinar nog kunnen besteden aan het beantwoorden van een aantal vragen. Want er is een aantal mooie vragen binnengekomen via de Q&A. Misschien dat ik zelf als eerste wel even zou willen ingaan op een vraag die onze Nijmeegse collega Rian de Jong heeft voorgelegd. Ik had een verhaal verteld over de vraag wanneer eigenlijk grondrechten beginnen en wanneer ze ook eindigen. En zij zegt maatregelen die gaan over het verbod op samenkomsten, dat raakt bijvoorbeeld ook uitvaarten en bruiloften en dat raakt toch ook de kern van de privacy. En dat is natuurlijk een heel interessante en ook een hele belangrijke vraag. Ook omdat hij duidelijk maakt dat het ook erg afhangt van het soort maatregelen dat getroffen wordt. Hè? Dus inderdaad in het begin, toen die maatregelen buitengewoon strikt waren en het bijna niet mogelijk was om een uitvaart te organiseren waar überhaupt iemand bij was. Dat was inderdaad een heel pijnlijke situatie waarvan ik me zeker kan voorstellen dat hij het recht op privacy heel erg raakt. Maar als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de maatregelen zoals ze nu zijn, staat er uitdrukkelijk op de website van de Rijksoverheid dat bij uitvaarten en bruiloften, mits de 1,5 meter regel in acht wordt genomen, er in ieder geval weer 100 mensen bij mogen zijn. En dan heb je natuurlijk nog steeds beperkingen. Dan is het niet zo mooi misschien als je het graag zou willen, maar de vraag is een beetje of grondrechten dan nog wel echt in het geding komen. Hè? Dus als je het dan vergelijkt met het soort van maatregelen waar Antoine Buizen ons ook heeft geïnformeerd, zoals die zich in het buitenland voordoen, dan zie je daar toch best wel een groot verschil tussen. En de vraag is of je dan niet zou moeten zeggen van nou, daar zijn we langzaamaan niet meer echt over grondrechten kwesties aan het praten, maar over aantastingen van zeg maar gewone en daarom overigens ook best nog wel belangrijke individuele belangen. En op het moment dat je daar goede redenen voor hebt, kun je dat iets makkelijker toelaten dan wanneer echt de kern van zo'n grondrecht is aangetast. Dus dat zou mijn antwoord op die vraag zijn. Er is ook een mooie vraag van Kees Flinterman. Daarvoor kijk ik even naar Antoine Buizen. Zou jij even kunnen toelichten waar de vraag over gaat en hem misschien kunnen beantwoorden? Zeker, ja. Kees Flinterman vraagt of heeft Nederland niet de grondwettelijke en verdragsrechtelijke weg gevolgd van het bij wet uitroepen van de noodtoestand, waarbij sommige grondrechten kunnen worden beperkt? En het feit dat Nederland dat niet heeft gedaan, wat zijn daarvan de juridische implicaties? Ik kan in ieder geval iets zeggen over het internationale niveau. Nederland heeft dat dus niet gedaan, heeft nergens internationaal een noodtoestand aangemeld. Dat heeft eigenlijk... En daar kan je twee dingen over zeggen. Het ene is wat ik al noemde en dat is als je het niet aanmeldt, dan blijven de grondrechtenbescherming, internationale afspraken volledig gelden. Dus als Nederland later wordt aangesproken daarop, kan het nooit meer het argument gebruiken, wij hadden formeel een noodtoestand, want dat heeft men nou helemaal niet zo
uitgeroepen. Dus je zou kunnen zeggen, vanuit dat perspectief is er meer bescherming voor burgers, voor ons allemaal. Het andere wat je erover kunt zeggen is dat het misschien juist wel goed is voor ieders bescherming als je toch beperkende maatregelen neemt, dat je dan internationaal noodtoestand aanmeldt, omdat dat betekent dat er meer internationaal toezicht op is. En dus ook in de gaten wordt gehouden of zo'n noodtoestand over een paar maanden nog steeds wel nodig zou zijn. En ook dat zou weer een extra waarborg zijn. Dus er valt voor beide wat te zeggen, wat het internationale betreft. En voor hoe het zit onder de Nederlandse grondwet, kijk ik misschien even naar Berend Roorda, die daar meer van af weet. Antoine, zou je dan heel kort even willen samenvatten? Want om gaat, ik las net even een vraag in de question and answer blok. Dus daar heb ik niet helemaal meegekregen, excuus. Het feit dat Nederland niet formeel een noodtoestand heeft uitgeroepen, ook onder de grondwet, wat dat betekent onder de grondwet. Daar had inderdaad een algemene noodtoestand bijvoorbeeld kunnen worden uitgeroepen. Die keuze is uiteindelijk niet gemaakt. Het interessante is wel dat op basis van noodverordeningen nu grondrechten verdergaand zijn beperkt dan eigenlijk op basis van de wet die het uitroepen van een algemene noodtoestand mogelijk maakt. Dus in die zin, daar is ook wel kritiek op geleverd, ook door juristen. Dat er is gezegd, ja, met het uitroepen van een noodtoestand zouden we vanuit grondwet of grondrechtelijk perspectief beter af zijn dan nu met de noodverordeningen waarbij grondrechten verdergaand zijn beperkt. Zonder dat daar ook die democratische legitimatie heel sterk was. Dankjewel. Ik ga even door omdat er nog meer mooie vragen binnenkomen. Berend, misschien om bij jou te blijven. Daar ligt ook een vraag over op een luchtbijeenkomst van kerken. Zou je daar even kunnen uitleggen waar de vraag over gaat en misschien een antwoord op kunnen geven? Ja, de vraag die is gesteld, ik pak hem er even bij, is hoe dat dan zit met hagepreken, om zo maar te zeggen. De kerkdiensten die op openbare plaatsen plaatsvinden. En ik heb gezegd dat demonstraties moeten worden beschermd en worden gefaciliteerd en die mogen niet zomaar worden beperkt. Precies hetzelfde geldt ook voor godsdienstige bijeenkomsten, ook op openbare plaatsen. Want de wet openbare manifestaties waar ik over sprak, die regelt niet alleen de uitoefening van de betogingsvrijheid en de vergadervrijheid, maar ook de uitoefening van de godsdienstvrijheid. Dus samenkomsten tot het beleiden van godsdienst en levensbeschouwing op openbare plaatsen worden ook gereguleerd door die wet. En de regels die gelden voor een betoging zijn nagenoeg gelijk voor regels die gelden dus ook voor godsdienstige samenkomsten in de buitenlucht. Dus daarbij geldt ook dat voorzitters van veiligheidsregio's, of als weer teruggeschaald wordt, burgemeesters, zich vooral moeten inspannen om dergelijke samenkomsten te beschermen en te faciliteren. En dat beperkingen alleen mogelijk zijn in het kader van de drie doelcriteria die ik heb genoemd. Gezondheid, verkeer en wanordelijkheden. Ik denk dat het wel heel vergaand is als je godsdienstige samenkomsten helemaal zou verbieden. Ik denk dat een maatregel die ook voldoende soelaas biedt om ook ter bescherming van de gezondheid zou kunnen zijn dat de deelnemers aan die samenkomsten voldoende afstand tot elkaar bewaren. En bijvoorbeeld misschien ook een regel opgelegd wordt dat er niet bij gezongen mag worden. Omdat er sowieso blijken uit wetenschappelijk onderzoek dat toch wel grote risico's vormt dan voor de gezondheid. Maar wat ik eigenlijk heb verteld ten aanzien van betogingen, dat kun je min of meer plakken op ook godsdienstige samenkomsten. Oké, dank je. Dat lijkt mij helder. En misschien dan tenslotte, denk ik. Brigitte, voor jou is er een heel reeksje van vragen binnengekomen. Ik weet niet of je daar misschien een keuze uit wil maken. Of in ieder geval zou willen beginnen met de vraag te beantwoorden van je denkt van god, die vind ik toch het meest interessant. Ik heb een vraag gezien over de Wereldgezondheidsorganisatie. Hè? Is het WHO bashing of is het iets anders? Ik denk inderdaad dat wat we zien is WHO bashing tot op zekere hoogte. Een afleidingsmanoeuvre van de Verenigde Staten bijvoorbeeld, van de eigen malaise. Tegelijkertijd moeten we na deze crisis wel heel goed evalueren hoe die WHO nou gefunctioneerd heeft, of die internationale gezondheidsregeling voldoet en of we tevreden zijn met het feit dat er geen sanctiemechanismen zijn in die regeling
Dat is denk ik heel belangrijk. Tegelijkertijd denk ik dat landen ook die WHO serieus moeten nemen. Hè. We zien nu wat een ongelofelijke invloed die crisis heeft op ons, op onze gehele maatschappij. Dus dan, daarmee is die WHO ook een belangrijke organisatie. Dus die regeling opvolgen, hè, die verplichting van die kerncapaciteit serieus nemen. Maar ook, heel simpel, geld. Er moet geld naar die WHO. En niet alleen geld van private donoren, maar ook geld van landen zelf. Er was ook een vraag over, is er een grens aan het recht op gezondheid? Vond ik ook een leuke vraag. Dat is natuurlijk ook iets waar ik meer op in had willen gaan in mijn praatje, maar dat was zo kort. Ja, op basis van die internationale standaard moeten landen een zo goed mogelijke gezondheidsstandaard realiseren. En ze mogen dat geleidelijk doen. Dus een rijk land mag meer doen dan een arm land. Ik heb daar nog wel een draai aan willen geven aan het eind van het praatje, waar ik zei, nou, het gaat echt om noodzakelijke zorg. En ik zie in deze crisis toch ook echt een momentum om het te hebben over wat is nou noodzakelijke zorg. En welke zorg bleek nou tijdens de crisis eigenlijk niet zo noodzakelijk te zijn. En waar kunnen we nou op besparen? Dankjewel. Ja, en aangezien we daarmee eigenlijk aan het einde voor de reeks van presentaties zijn gekomen. En ook, nou ja, we kunnen natuurlijk onmogelijk alle vragen beantwoorden die er zijn. Hè. Dus dat zou misschien heel prettig zijn, maar dat het idee is denk ik vooral dat we geprobeerd hebben wat, wat meer richting te geven aan discussies die wij kunnen hebben in Nederland en ook buiten Nederland over grondrechtenbescherming. En ook als het gaat om specifieke grondrechten, om ook aan te geven dat het een heel genuanceerde discussie is, waarbij helemaal geen sprake is van zwart-wit denken of iets mag niet of iets mag juist wel. Maar dat heel vaak allerlei gradaties te vinden zijn en dat we steeds erg goed moeten nadenken over de vraag van welke keuzes we daarin willen maken en welke waarborgen dan getroffen moeten worden. Dus die discussies die zullen ongetwijfeld de komende tijd nog veelvuldig gevoerd gaan worden. Maar dan hoop ik in ieder geval dat het bijwonen van dit webinar vanavond iets meer inzicht heeft gegeven in het soort van gronden en overwegingen dat je in die discussies zou moeten betrekken. Dus daar gaan we het bij laten voor vanavond. Ik dank u zeer hartelijk voor het bijwonen van deze presentatie of het van afstand kijken daarvan in ieder geval. En ik wens u ook vooral een heel goede avond toe. Dank u wel.